What's up, people? Superneus dat jullie... Superneus. Superneus dat jullie kijken. Piep, piep, piep. Ja. Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, a.k.a. de enige echte paprika-eter van YouTube Nederland. Vandaag ga ik terug in de tijd. Namelijk, ik kwam iets tegen op het internet waarvan ik dacht, hé, dat bestaat. En dat was ik en dat ben ik. En... Halleluja. Halleluja. Ik kwam op een website, en die website zien we hier, namelijk Dailymotion.com. En Dailymotion was eigenlijk het YouTube van vroeger. Het bestaat nog steeds, alleen het is gewoon lang niet zo groot als YouTube. YouTube is de opperbaas. Dailymotion heeft ook vroeger hard zijn best gedaan, maar besef heel even, dit is 8 jaar geleden. 8 jaar geleden was ik al vlogger. Besef het even. Ik kwam het via kwam ik weer tegen dit kanaal, het heet Kaasworst 8. En dat komt omdat Kaasworst was de naam, en Kaasworst was al bezet. Dus dacht ik, oké, doe 8, want ik vond 8 een mooi cijfer. Logica met Kelvin. Maar ik kwam dus op dit kanaal, en dit was eigenlijk, zeg maar, ik maakte vroeger ook al filmpjes. Ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan. En niet op YouTube, maar gewoon op andere websites. Want ja, YouTube was dan weer te traag of zo. Dan ging ik andere websites proberen. Dailymotion.com, filmpjes.nl, YouTube, wat dan ook. Ik heb het allemaal geprobeerd. En dit kanaal kwam ik dus tegen. En het is echt ziek. Ik zag het en ik dacht, nee. Zoals je ziet, dit is het kanaal. Kaasworst 8. Kelvin, Quinten, Mark en Daniel. Nou, voor jullie wetenschap, Quinten kennen jullie misschien. Dat is nog steeds een goede mattie van mij. Mark en Daniel, hey, shoutouts aan jullie. Ik ken jullie nog steeds, maar we chillen gewoon niet meer zo vaak. Ja, vroeger zaten we gewoon bij elkaar in de klas. Maar ja, je weet hoe het gaat. Weet je, als je op school zit bij bepaalde mensen en dan gaan ze op een gegeven moment, die doet dat, die ga je uit en that's it. Maar wij waren dan met z'n vier en wij noemen ons Kaasworst. Ik weet niet waarom. I don't fucking know why. We waren wel heel erg lol. En dat blijkt ook uit de bio van ons kanaal, namelijk Uberlol. Waarom? Waarom gelijk het zulke taal? Hé, hoe omschrijf jij je filmpjes? Ja, mijn filmpjes zijn over het algemeen uberlol. Oké. We hadden 1,700 views. Net niet 2000 views. Godverdorie, zeg, wat jammer. Één volger. Jeetje, wie is die volger dan? Kipcore Productions. Ja, Kipcore was dus het kanaal van een aantal klasgenoten van mij destijds, die ook een kanaal hadden. Dus mijn enige volger was iemand die bij mij in de klas zat. Als je kijkt naar hoeveel verschil er is tussen toen en nu, is echt ziek. Dat is 8 jaar geleden. Of 9 jaar geleden of zo. In ieder geval, volgens mij 2008. 9 jaar geleden. Oké, hier. Oh, toch eventjes die advertenties rollen, weet je wel. Gewoon even die money pakken. Verdien hier niet eens geld aan, hè. Dit is een advertentie voor mijn video op Dailymotion. Ik heb nog nooit geld gekregen van Dailymotion. Hey, thanks. Kaasworst in Spanje part 3. Ik was met Quinten naar Spanje gegaan. Dat is een vriendje van mij. En dat was super leuk, super gezellig. En dat heb ik gevlogd. Of in ieder geval, toen bestond het woord vloggen nog niet eens. Het was gewoon een video maken van je reis. Maar dan gewoon jezelf filmen. En ik zag dit en ik dacht, yo, hier moet ik een video over maken. Want het is zo weird dat ik toen al, zeg maar, een camera op mezelf aan het richten was. Terwijl ik nog niet eens wist wat ik deed. Nou mensen, aanschouw, Kelvin Boema van 9 jaar geleden. Tada! Dit hoofd, hoe kan dit? Deze back, oh shit. Ja, we gaan maar gewoon kijken. Het is een nieuwe dag, nieuwe kansen. Nee. Waarom kijk ik zo lang de camera in, zonder iets te zeggen? Het is hetzelfde als dat ik een nieuwe video begin. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, nieuwe dag, nieuwe kansen. Het is. Het kan niet. Het kan niet. En het is inmiddels al 12:04. Mijn haar zit voor geen ene banaan. Mijn haar zit voor geen ene banaan. Hé, wat de fuck is dit? Hoezo? Mijn woordgebruik. Mijn taalgebruik zo raar. Uberlol. Mijn haar zit voor geen ene banaan. Oh shit, ja, het is ergens ook wel weer grappig. Kelvin van 9 jaar geleden, je was ergens wel grappig, denk ik. En ik film het even, want dan weet je misschien niet dat het de volgende dag is. We waren gewoon een beetje gezwommen, meer niet. Meer doen we eigenlijk niet. Dus ik ga nu eten. Ik weet niet wat we eten, maar we eten wel wat. Daar heb ik geluk mee. Dus... Waarom zitten er zoveel momenten in waarin ik gewoon... Hallo, ja, we gaan eten en ik weet niet wat we eten, maar we eten wel wat. Dus dat is nice. Editing. Dag, met je vriendje. Oké, wel een zieke fade-out. Dan moet ik eerlijk toegeven, die fade-out was netjes. Netjes gedaan. Lekker. Deze dag hebben we dus helemaal niks gedaan. De volgende dag. Hey, thanks for nothing. Ik was zeg maar die vlogger die dan 's ochtends dacht, oké, ik ga alles filmen. En dan gedurende de dag dacht ik, nee, ik heb geen zin om alles te filmen. En dan deed ik het niet. Wat is dit voor angle? Hoezo film ik van onder? Dit is, zeg maar, besef deze hals. Deze kin. Mijn haartjes waren wel aan fliek trouwens. Mijn groene haar. 6 mei. Toen had ik nog niet eens een grote neus. Hè? Ik had nog niet eens een grote neus toen. Ik had gewoon een normale neus. Of zie ik dat nou verkeerd? Oh man, ik ben alleen maar bergafwaarts gegaan eigenlijk. Dan gaan we weg hier. Dus.
Het is zo laat. Editing, yeah! En ja. Ik weet niet wat we vandaag gaan doen. Dit is zoveel rare stiltes. Holy shit, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit was mijn Green Day fase. Fase waarin ik alleen maar zwart droeg. Sorry, net alsof ik weer in die Green Day fase zit. Alleen maar soort van zwarte kleren en shit. En hier ook, zeg maar, links zie je zo mensen klimmen. Dat was Quint en zijn zusje en Sarel, weet ik nog wel dat ze mee was. Ik sta daar echt naast. Ah, mijn emo. Wat is dit? Ik ben terug naar Nederland in het vliegtuig. Dit ben ik. Dat was echt de hele vibe van dit moment. Het was echt, we moesten volgens mij een paar uur wachten. En toen dacht ik, ja, laten we shit kapot maken. Want dat doet Jackass ook. Ja man, fucking leuk. Ik ben thuis. Thuis van je. Besef die hele fest game van mij. Ik had me gewoon helemaal ingepakt in een soort van deken of zo. Ik zie er zo brak uit. Kijk even dit oog. Hoe kan ik? En ja. Weer die stiltes. Hoezo? Ja, doei. Dat was mijn afsluiter. Toen dacht ik, weet je wat, fuck jullie allemaal, ik zeg gewoon doei. Ik zeg niet eens bedankt voor het kijken of zo. Ik zeg gewoon doei. En jullie dachten misschien dat dit het was, maar er zijn nog allemaal andere soorten video's hier ook. Kijk hoor, kaasworst in Spanje, deel 2. Aight. Yeah. Skaters, ik ken dit shot nog. Kijk ons gaan, jongen. Oh. Nou, een beetje anticlimax, maar het ging gewoon met stepjes van de heuvel af. Holy shit. Holy shit. Slow motion, editing, reverse, back forward. In the pool, boy. Die zeg maar, die albino, daar ook. Dat was ik, dat ben ik ook nog steeds. Iedereen was super bruin, mooie kleurtjes en shit. Blank. Ik had echt dat heel kleine lichaam. Ik had echt dat lichaam wat heel kleine gewoon nu heeft. Dat ben ik. Maar nu ik het zo zie, had ik nog best wel een beetje die shots onder controle. Weet je wel, gewoon bepaalde shots, camera neerzetten en shit. Prima, dat is 9 jaar geleden. Nu ging ik volgens mij naar de supermarkt toe. Hoe kan ik zo'n bril dragen? Besef, ik was, hoe oud was ik toen? 11. Ik ging naar de supermarkt met een zonnebril op. En ik dacht, ik ben in de supermarkt. Ik denk, oké, laat de zonnebril gewoon op. Want hij is stoer, man. Ik ben echt een man met deze bril. Nou, nee. Ik heb een worst. De catchphrase van deze video. Dat was waarschijnlijk ook de titel geweest. Als ik er een titel bij had bedacht. Ik heb een worst. Back at it again met de cameratas en de zwarte kleding. Hey. Ik had wel die lekkere nummertjes erin trouwens, dat moet ik wel toegeven. De volgende ochtend. Ik ben in de douche weg, het is de ochtend van 3 mei. Het is de dag van 3 mei. Ik kom nog in het winkelcentrum, dan kan Jada aan gaan kijken hoe mooie kleren zijn. Laten we nu gaan. Het is mazzel. La Conyodo. Hoor je de grap? La Conyada. La Conyodo. Nou, dan hebben we ook nog kaashoorns in Spanje deel 1. Nou, het is een beetje raar, want ik ben van deel 3 naar deel 2 naar deel 1 gegaan. I don't fucking know. Deze reportage is een productie van Kaasworst. Reportage. S3. Holy shit! Hoezo heb ik zo'n bol hoofd? Waar was mijn kaak, Lijn? Waar was mijn kaak? Net alsof ik toen ik 14 werd, toen pas mijn kaak voor mijn verjaardag kreeg of zo. Hoi, ik ben Kelvin. Het is 7:03 of zo. Misschien dat. Oh. Het is nog steeds 3. Oh. Het is 1 mei 2008. Vandaag op vakantie. Ik had er ook heel veel zin in, zie ik hier ook. Ik heb mijn pyjama vergeten in Nederland, dus ik moet dus mijn pyjama van mijn pa. Het is zo'n jurk. Het is zo'n jurk. Welke stand is deze is best? Ja. Nou, ja. Ik wou zo graag een leuke video maken dat ik gewoon de camera op mijn hoofd zette en dacht: kijk, ik moet iets zeggen, ik moet iets bedenken. En ik wacht gewoon tot ik iets leuks bedacht. Maar op een gegeven moment werd het gewoon helemaal stil en dan hoor je Quint echt zeggen: doe die camera uit en ga slapen. Met andere woorden, Kelvin, pak jou met je filmpjes maken, ik wil gewoon pitten. Oké, okay, prima, maar ik wou gewoon zo graag. Was het Blood Dogs tot morgen? Nou, Blood Dogs. Blood Dogs? Blood Dogs? Als klap op de vuurpijl, even de beste productie die ik ooit heb gemaakt: Kelvin Klerenmachine. Wow, je hebt andere kleren aan, wow, totaal niet overbelicht. Jeetje, ik ben zo fucking dom.
Wat was dat voor eindpose? Ik deed alles wat ik deed en aan het eind deed ik. Zo ga ik hem ook afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken, oké? Okay? Wil je mij ontmoeten samen met Peter en met Jart? Dan kan dat. Dan kun je naar Veed gaan. Veed.nl. Dan kun je kaarten kopen voor de Veed Fan Day op 8 april. En naar de awardshow. Daar treden allemaal toffe artiesten op. Stuk TV, Teske, Joost, Paul Sinha, Soufiane Edjani, et cetera, et cetera. Heb er super veel zin in. Oké, we gaan ervoor. 3, 2, 1. Bedankt voor het kijken.